Hey mensen, hartstikke welkom bij deze nieuwe video. Ik zit hier in het park bij een boom vlak bij mij in de buurt. Kijk hoe groot die is, die boom. En het is helemaal fantastisch. Het is prachtig weer. Ik heb lekker een colaatje gedronken. En als ik nog lang genoeg zo blijf praten, dan is dat heel erg vermoeiend. Ook al praat ik niet zo als de camera uitstaat. Maar goed, dit is zoals je praat als je vlogt, toch? Of niet? Helemaal. Goed, ik dacht, zo begin ik deze video, maar ik heb nu een beetje de zon in mijn gezicht. Ik ga even zo zitten. Dit is een mooie framing. Deze video heeft niet echt een doel. Meer het doel dat ik gewoon een beetje, ja, mijn gedachten de vrije loop wil geven, zeg maar. En misschien verwijder ik deze video wel alweer. Mensen die een beetje hebben opgelet op dit kanaal, ik weet niet of er iemand überhaupt oplet, die hebben gezien dat ik wel eens een video upload en hem dan weer verwijder, omdat ik gewoon niet tevreden ben. Ik merk dat ik weer een beetje last heb van onzekerheid. Ik voelde me altijd wel erg zelfverzekerd. En ik merk ook dat ik, ik ben altijd wel een heel gevoelig mens geweest, een gevoelig wijf, word ik wel eens genoemd. Dat is op zich wel weer grappig. En, maar, ja, ik weet niet wat het is, maar... ik heb een tijdje geleden had ik zoiets van, nou, ik stap even uit het, ik doe even geen moeite om in de schijnwerpers te komen. Überhaupt doe ik dat al minder hoor. Dus, en dat vloggen, daar ben ik dan ook even zat. En toch heb je toch die, ik weet niet wat het is, maar die drang om ook maar ergens wat over te zeggen. Graag gehoord willen worden. En dat kan ik dan doen in deze vlog. Maar aan de andere kant is er dan ook weer een stemmetje in mij dat zegt zo van, ja maar, wat heb jij eraan? Als kijk, wat hebben die gasten eraan? Waarom moet je nou je mening uiten? Waarom? En wat boeit dat een ander? Dus dat is een beetje de tweestrijd. Die ik heb. Aan de ene kant ben ik teruggetrokken en vind ik het ook wel lekker rustig. En aan de andere kant vind ik het toch wel fijn om een beetje in de schijnwerpers te staan. Eigenlijk het meeste deel van mijn leven heb ik dat altijd gedaan. Of het nou DJ is of een mop vertellen op het podium. Niet dat ik moppetapper ben geweest, maar ik vind het leuk. Zeg maar, ik ben ook zo iemand die zich gewoon prettig voelt op een podium. Ik ben niet verlegen of zo, helemaal niet. Ik durf gewoon mensen wel aan te spreken in een gesprek of zo. Gesprek aan te gaan. Maar ik merk toch. Het doet me wel wat in de zin, hoe zeg ik dat? Ik heb een beetje moeite met aanpassen. Maar ik weet niet waaraan ik me moet aanpassen. Want ik zie zeg maar, ik heb in een andere video een keer gezegd dat het domste wat je moet doen is je vergelijken met een ander, want iedereen heeft een ander leven en dat is ook zo. Maar toch hebben mensen de neiging om zich te willen gaan vergelijken met een ander. Ik ben iemand, ik heb geen papieren en zo. En ik heb gewoon een baan als postbode, wat heel belangrijk is. Een prettige baan ook, zeg maar, want ik kan lekker gaan en staan waar ik wil. Maar aan de andere kant, als je dan ziet dat er mensen om je heen zijn die wel
veel jonger zijn dan jij en dat iedereen nog lekker zijn papieren, zijn diploma's haalt en een andere kant op gaan. En rond deze tijd merk je ook dat mensen starten een gezin. Dan komt er iemand, dan gaat er iemand achter me langs lopen en die ziet mij hier in een camera praten. Goed, vinden we helemaal niet erg. Zijn ze wel gewend, misschien ziet hij me niet eens. Hij heeft me niet eens gezien. Weten we niet. Anyway. Ik worstel gewoon een beetje met mijn zelfbeeld. Ik merk ook zeer dat. Ik irriteer me ook gewoon een beetje aan, dat heb ik ook wel eens gezegd. Niet irriteer, maar. Een YouTube video maken is ook gewoon best wel vervelend of eng, want ik merk toch wel dat het een heel jong publiek is. En ik merk ook als ik bijvoorbeeld kijk naar een vlog. Ik volg Gwen van Poorten sinds kort. Gwen, daar was ik al wel fan van hoor. Die heb ik wel eens eerder gezien in een weekvlog en ik volg je haar kanalen. Maar waar ga ik hier mee naartoe? Ik vraag me toch altijd wel af van, zie ik hier Gwen van Poorten of zie ik hier het merk Gwen van Poorten? Snap je dat er is verschil tussen Gwen van Poorten, de YouTuber, en Gwen van Poorten op de bank thuis als de camera uitstaat? Ik zou zelf ook nooit echt een weekvlog of een daily vloggen of zo, zoals die andere mensen dat doen. Dat is niks voor mij, want mijn leven is gewoon hartstikke saai. Ik zal vertellen hoe mijn leven eruit ziet. Dit wordt gewoon een babbelvlog. Ik sta op, ik ga naar mijn werk, ik kom thuis. Ik eet nog wel wat in de stad of zo, maar meestal dan zit ik lekker op de PlayStation, want dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Of ik kijk YouTube video's of naar Netflix. En ik ga wel naar de bioscoop, dat heb je misschien ook wel gemerkt aan dit YouTube kanaal. Daar maak ik wel eens een halfbakken review over. En voor de rest is mijn leven gewoon niet zo interessant. En vind ik prima, zeg maar. Want, Ik denk dat het, ja. Ik vind het prima. Zo. Maar ik twijfel toch ook wel. Waar twijfel ik dan aan? Dat is gewoon iets wat in mij zit. Ik denk dat het altijd wel in een mens blijft zitten, die onzekerheid. En een vriendin van mij zei dat ook jaren geleden of maanden geleden. Ik denk dat het wel algemeen bekend is. Is dat des te ouder je wordt, des te moeilijker het is om nieuwe mensen toe te laten in je leven of vrienden te maken. Want ik merk dat hoe ouder iemand is, des te schuchterder men wordt. Ik probeer gewoon open te blijven en zo. En overal voor open te staan en zo. Maar er zijn ook gewoon mensen waar ik gewoon niet zo makkelijk mee om kan gaan. En dan doe ik dat ook gewoon liever niet. Zoals er ook mensen zijn die niet zo graag, niet zo goed met mij om kunnen gaan. Zo heb ik een tijdje geleden, zeg maar, dit is niet, dit is misschien 2 jaar geleden hoor, maar nee, zeg maar tussen nu en een jaar geleden of zo, dat maakt niet echt uit. Het is in ieder geval iemand die nog steeds in Delft woont.
En daar ben ik een tijdje goed mee omgegaan. En dan, maar zij is wel compleet verschillend dan ik. En zij is ook een heel ander type mens. En ja, op een gegeven moment verander je. En dan hak je een knoop door. Noem ik geen details, zeg maar, want dat is niet belangrijk. En dan hakt een van de twee de knoop door. En je weet nooit wie, zeg maar, of die ander de knoop doorhakt. Maar in dit geval was ik het. En toen heb ik gewoon gezegd, niet persoonlijk gezegd, maar ik heb gewoon gezegd van joh, ik zal altijd normaal tegen je doen. Of zoiets in die trant. Maar echt vrienden worden, dat kan niet. Want we zijn gewoon te verschillend. En ja, die persoon heeft dat niet zo goed opgevat. Zij negeert me. Nu. Soms nog wel eens. En ja, negeren, of zeg maar, het is ten eerste is het onvolwassen. En ten tweede, that's life, weet je wel. Dus, maar ja, als er iets is waar ik een hekel aan heb, dan is het wel ruzie met mensen. En ik ben een verschrikkelijk emotioneel ventje. Een emotionele gozer ben ik. Er zullen vast wel 15 of 16 of misschien wel 21-jarige mensen onder in de comments zitten die me dan weer uitschelden voor iets willekeurigs, homo of zo, of ziektebeleier of. Laatst was er iemand in de comments en die heb ik ook geblokkeerd. Zeg maar, die kan niet meer reageren. Die noemde me gewoon out of the blue pedofiel. Zomaar. Weet je wel? Gewoon, ha! En die raakte mijn hart. Gewoon omdat ik gewoon ook twee nichtjes heb en ik wil gewoon een coole oom zijn. Zeg maar. Dus dat doet pijn. Dus dat maakt het ook moeilijker om YouTube-filmpjes te maken. Natuurlijk kan ik wel ook gewoon mijn problemen bespreken met anderen offline. Maar die zitten daar ook niet altijd op te wachten. Ga ik nog ergens heen met deze video? Hier ligt een veertje. Dat wou ik even doen. Maar goed. Waar ik vooral een beetje mee struggle is mijn ups en mijn downs. Dus ze worden niet per se erger. Maar ze verdwijnen ook niet. Merk ik. Dat is toch wel vervelend. Ik ben geen traditioneel, dus ik wou zomaar zeggen, ik ben geen traditionele YouTuber. Ik heb trouwens geen Instagram. En na wat ik hoor over Instagram, zeg maar, pas ik daar ook helemaal niet. Want ja, iedereen is van die nepfoto's aan het maken. Ja. Het is gewoon, dat is sowieso niks voor mij. Ik heb maar één stand. En dat is gewoon echt zijn. Zeg maar. Want toneelspelen en je beter voordoen dan een ander, dat is gewoon doodvermoeiend. Zeg maar. En dat zou je nog wel leren. Of misschien weet je wat ik bedoel. Ambulance in de buurt. Nee. Goed, dat even tussendoor terzijde. Dus ik mag niet klagen.
Tenminste, snap je, ik heb een heel goed leven. Anders, ik heb alles op een rijtje. En ik heb het zelfs, ik heb het gemiddeld gezien, heb ik het beter dan andere dan mensen van 32. En ik heb geen vriendin aan mijn zijde. En misschien gaat dat ook wel nooit komen. En dat is prima. Want ik ben heel erg gehecht aan mijn zelfstandigheid. En ik ben... Nu zit een beetje het beeld in mijn hoofd van dat als ik zou beginnen aan een relatie, als het alsof je dat kan bepalen, zeg maar dan heb ik alleen maar het gevoel van dat je er een hoop gezeik bij neemt. Natuurlijk, eerst is het leuk, lief en op roze wolk zijn en elke dag neuken en weet ik het veel, maar daarna dan gaat ze misschien samen, wil ze misschien samenwonen, zeg maar. En ik weet niet of ik dat wil. Of ik daar überhaupt ooit klaar voor ben. Want ik ben toch heel erg gesteld op mijn eigen space, zeg maar. Dus, ja. Sowieso zijn alle mensen zijn verschillend, hè, weet je wel. En we zijn allemaal meer dan een label, zeg maar. Ik ben dan wel hetero, maar ik ben verschrikkelijk emotioneel. En ik ga liever om met vrouwen. En, maar goed, ik heb natuurlijk ook een labeltje als ADHD en vroeger PDD-NOS. Zeg maar, en die labels, die bestonden jaren geleden helemaal niet, zeg maar. Dus het zijn allemaal gewoon karaktertrekken die je hebt als mens. En daar worstel je soms dan mee. Dus. Verder wordt dit gewoon een beetje een kanaal ook waar ik een beetje ongein. Ik moet wel geinig blijven doen af en toe. Gewoon, maar ik heb gewoon niet dezelfde poep- en pies humor als wat ik zie in Nederlandse YouTube. Als je er nog bent trouwens, dan nou, weet je wat, ik maak nog wel een andere video over. Misschien maak ik wel een keer een video over. Hey. Kat. Ergens. Ah, hij is weg. Misschien maak ik nog wel een keer een video over wat ik dan zoal kijk op YouTube. En, maar goed, wat boeit dat, weet je. Ja. Als je nu nog kijkt naar deze video, vind ik je heel. Vind ik toch wel heel knap. Ik weet dat ik 150 volgers heb op dit kanaal, iets van of subscribers en ja, maar ja, ben ik hartstikke blij mee. Het maakt mij ook niet uit of het er ooit meer worden of niet. Ik weet trouwens niet of mensen dat ontdekt hebben, maar ik heb ook een Engels kanaal en dat probeer ik dan, zeg maar, probeer ik eens Engels te vloggen, maar dat gaat dan toch een stuk moeilijker. Because you have to think about what you're saying and then you have to translate it in English. And that's just a tough thing to do. Compared to other English YouTubers who are natively English. Anyway. Bedankt voor het kijken naar dit gelul. En see you later, alligator.